Lelijke brillen, rolkragen en vooral heel veel sigaretten. Zo zagen de 60's eruit in de Franse cinema. Wij gaan terug naar de Nouvelle Vague van Jean-Luc Godard deze maand. Hij werd door velen verguisd, door anderen geprezen. Maar als er één film is die de filmgeschiedenis na Citizen Kane van Orson Welles veranderde, is het wel het Franse meesterwerk A bout de souffle uit 1959. Regisseur Jean-Luc Godard brak in zijn speelfilmdebuut niet alleen met een aantal filmische afspraken. Hij werd ook de leider van een nieuwe stroming in de Franse cinema, de Nouvelle Vague dus. Godard verwierp als eerste consequent de Hollywoodiaanse montage. Hij springt bijvoorbeeld van het ene shot naar het andere zonder rekening te houden met een naadloze overgang. Vandaar de naam jump cuts. Je veux que tu restes avec moi. Oui. Nous interrompons pour quelques instants nos émissions afin de procéder à la synchronisation de nos réseaux. C'est étrange. Quoi? Je vois mon reflet dans vos yeux. J'arrive parce que c'est vraiment le rapprochement franco-américain. On se cache comme les éléphants quand ils sont heureux. Les hanches d'une femme, c'est très émouvant. C'est trop chaud. Godard mag zich dan niet houden aan de Hollywoodiaanse afspraken. Hij is wel gek op de cultuur van Hollywood. Zo is A bout de souffle niets anders dan een pseudo-gangsterverhaaltje over een kinderlijke boef, Belmondo dus, die zich spiegelt aan Humphrey Bogart. Hij wil een relatie beginnen met een Amerikaans meisje, maar het noodlot achtervolgt hem. Godard verfilmt dit allesbehalve als een klassiek verhaal. Hij maakt ons voortdurend bewust van het feit dat we naar een film kijken. Iets wat Bertolt Brecht vroeger al deed in het theater. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Oho! Ook andere conventies moeten eraan geloven. De klassieke schietpartij uit de gangsterfilm is aanwezig, maar hier krijgen we alleen de essentiële shots te zien. Van echte spanning is dus geen sprake meer. Ne bouge pas, je te brûle. Godard hield er in zijn beginperiode ook van om regisseurs die hij bewonderde een gastrolletje te geven. In A bout de souffle mocht Jean-Pierre Melville, de voorloper van de Nouvelle Vague, een sterschrijver parodiëren. Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Je suis Arisco. Devenir immortel. Et puis, mourir. Ook typisch voor de Nouvelle Vague-filmers is het aanwenden van de harde, vlakke belichting en een schokkende camera. De print krijgt mede daardoor een semi-documentair karakter. Godard zegt trouwens zelf dat A bout de souffle eigenlijk een documentaire is over Belmondo en Seaburg. Oordeelt u zelf en houdt oren en ogen open voor het meesterwerk van de Franse cinema, A bout de souffle.